Het is wel hetzelfde boek, maar dit is echt drie hoofdstukken verder. Het is niet het volgende hoofdstuk, het is drie hoofdstukken verder. Oudste man hier op de tuin. Hier, oudste man hier op de tuin. Ik heb op de andere tuin gezeten. En wat vindt u van de nieuwe tuin? Ja, de uien doen het nog niet goed, maar dat is bij iedereen. En sommigen doen de aardappels nog niet goed. We moeten nog kijken wat of dat gaat worden. Misschien wordt het volgend jaar wat, maar van het jaar weten we nog niet of het is. Meer dan 70 jaar lang genoten de tuinders van de Westbatterij van het mooiste plekje van Muiden. Het paradijs lag vlak onder de dijk. Maar ze moesten weg vanwege de bouw van een nieuwe woonwijk. De fanatieke tuinders zijn meegegaan naar de nieuwe plek. Ook recordpompoenkweker Cor. Het was echt en ik zat er achteraan en daar had ik zo'n heel meertje zo erachter. Hè. En dat vond ik ook heel erg mooi. Kijk, er zit er toch al eentje aan. Gaat het de recordpompoen worden? Zeg nooit nooit. Hè? Toch werkt de grond nog niet echt mee. Ik heb er genoeg aan gedaan, mest bij, gooi ja. Water bij. Gooi. Jo. Maar dat willen we niet. Nee joh, nou, als ze niet willen, dan doen we er niks meer aan. In de vorige tuin hadden we ontzettend veel privacy. En hier zit je gewoon elkaar recht in de poren te kijken. En je kijkt recht bij elkaar in de uien en in de aardappels en in alle gewassen. En je hebt het er met elkaar over, dat is wel heel leuk. Ik ben wel tevreden hier ook. Ik ben al helemaal het andere kwijt. Ik heb het andere 57 jaar gezeten. Ik had er 60 jaar willen volbrengen, maar dat ging natuurlijk niet, want je weg moet. Maar ik heb al helemaal de gang hier ook. De dijk is voor mij nog geweest. Goedgekeurd.